hele goede morgen mensen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. We zijn net opgestaan. Ik kan nog een beetje slapen, dat sleepyhead. Een beetje baba nog, maar het hoort allemaal bij. Real life. We beginnen altijd met een gezellige danssessie met papa. Gezellig bij papa aan het kijken. Hey, zwaai dan. Ja. Lukt dit met je outfit? The daily struggle. Ik ben niet eens bezig met mijn outfit. Ik moet kijken, waar moet ik het opruimen? Dat is mijn camera. Ja. En voor je aan het vloggen. En nu ik toch bezig zijn, nu ik toch van mij aan het vloggen ben. Nieuwe partners gekregen van mijn niffel. Nieuwe offsprings. Ja, ik promote hem even. Dat is lobby. Gewoon even steunen. Even hier. Zijn tof, hè? Hij heeft meerdere kleuren. Dus check zijn Instagram. Nieuw offsprings. Link in de beschrijving. Ik ben er blij mee. Ja, man. Goeie dingen. Even hier. De spelling is ook te zien hier al. Ja, toch? Hè? Probleem. Mooi, hè? Is mooi. En we zijn weer klaar om te gaan er. Zometeen even, hij ging zeiken die barber. Dus we doen nu even een cap op. Lekker warme trui, 94. Die sweater jas van Boda Skins. Oude brakken van D2. Ondershirt is gewoon een basic. Koop ik meestal bij de Zara. Is altijd handig. Kan je altijd dragen. En mijn sokpatas van Balenciaga. Nela wacht op me. Ze is al een tijdje klaar. We gaan even bij Bartus, Gladde Jongen, Mickey Blue Eyes, First Dates. Even een eerste helft kijken bij zo'n voetbalwedstrijd. Ja, ga even juichen. We zijn er aangekomen hoor, Unicum Lelystad. Even kijken wat Bart is, hij is niet te bekennen. 0-0, 17e minuut. Even kijken waar die is. Nee. Hij bevindt zich op glad ijs. Bartus. Hey, korte koep, hè? Ik herken die niet, ik zag je al. Af en toe bevond je op glad ijs, hè? Was glad, hè? Ja, man. Hoe was dat? 0-0 nog. Faya, man. We zijn er weer, hè? Zebra. Kebazi. Kom. Die koek weer fresh maken. Net op. Fresh door het leven. Zo. Fris en fruit. Fresh, fresh. Wat voor jullie zien? Gevaarlijke kassa. Gewoon tranquilo vandaag. Zometeen gaan we naar een concert winnen. Ja. Zijn we thuis hoor. We hebben een lekkere broodje braadworst. En gegrilde kip gehad. Lekker. En nu gaan we plaatsnemen voor de eerste ring. Even kijken wat voor gimmers er zijn. Ik weet het niet. Sowieso Engels voetbal. Tranquilo. Chillings. Melk voor Nela. Lekker eten. Voor Manon en mij. En voor daarna lekkere donuts. Alleen maar lekkere dingen. Kijk waar we nu zijn. Hij is schrok, hè? Onder koppen, hè? Zeg gewoon eens kijken, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier nou? Ahmed, Maarten aanwezig. Ja toch, richting weer een concert. Eerst gaan we even wat chappen. We hadden gereserveerd bij een Turk. Maar bij een Turk noemt hij ook. Ja, is toch Turk? Turkse eten. We hadden gereserveerd bij een Turk. Was het Turk? Ja toch, is Turk toch? Ja toch. Maar voor het parkeren wordt het probleem. Dus even kijken, misschien Loetje. Maar Loetje is vol. Dus kijk wat we gaan doen. Improviseren. Altijd laat. Hij had die kwal niet gezien. Die jacket die ook hebt. Hij zei, wij moeten niet. Ja man, uiteindelijk. Op dit moment een week daarna. Laat maar weten.
Kijk, dit is hoe we het doen, hè. We zijn bij Ai Ochakbasi. En we eten met de boys. Altijd gaat het over eten, in mijn vlog. Huh? Genieten. We zijn voor de lamsfilet gegaan. Ossehaas. Hij is bang toch voor nieuwe dingen. Want de boer niet kent, eet hij niet. Ach, met wat had jij ook weer? Je had niet zelf gewoon. Kalfs. Ook een goeie. Ja toch, lekker. Ik op wat ze hopen. Dus waarom nu schrikken? Mama Fugoro. Wat draag. We zijn weer heerlijk thuis. Wat ik ga doen is even editen en dan heerlijk slapen. Manon is nog niet terug. Ze is even naar vissen gegaan. Verjaardag vissen van een vriendin van haar. En de kleine Nela is bij mijn zus. Dus, die wordt zo meteen opgehaald op de terugweg van Manon. Maar die ga ik niet meer meemaken, denk ik. Want ik ga zo meteen heerlijk slapen als door een roosje. En trouwens, zo meteen gaat de tijd ook nog een uurtje terug. Dus gevoelsmatig kunnen we een uurtje langer slapen. Zo ervaar ik het, wanneer ik wakker word, ik zie, het is 9 uur, gaan we nog even een uurtje langer slapen. Ja toch? We zijn alweer vroeg uit de veren, ja mensen. We gaan nu richting Amsterdam met Nathaniel. Een gladde mooi boy, lichte ogen, we gaan hem nu ophalen. En hij is mijn fotograaf vandaag. We gaan even een paar foto's shooten voor Instagram. Ja, we moeten blijven posten, anders word ik vergeten. Dan denken jullie dat ik straks ga stoppen. Maar nee, we blijven gewoon online. Ja toch? Even kijken waar die woont hoor. Van Nafi volgen. Hey, we zijn er aangekomen hoor. Parkeerplek gevonden is altijd een ramp. Maar het is gelukt. Kijk, ik ben hier met Mitano. Smoothboy waar ik het over had. Lichte ogen. Fotografie. Ja man, volg het boy. Wat is je Insta? Waar zou je moeten volgen? Mitanuel, dubbel L, of niet? Nee, enkel. Enkel? Ah, ik zet het wel in de beschrijving of tekst hieronder. Want hij gaat dope shots maken van mij vandaag. En waar anders dan Amsterdam? Hier wil ik op het moment eigenlijk niet zijn. Zometeen natuurlijk Ajax Feyenoord. Als Feyenoord er hier zijn, nou, we gaan even snel shooten. Dan gaan we direct weer loesoe. Je eerste oudje zit erop. Nu gaan we het tweede oudje doen. Tweede oudje zoeken. Maar het is ijskoud. We moeten wat voor over hebben natuurlijk, maar ik ben blij dat het klaar is. Snel shooten. Ja man. Qua kwaliteit. Ja toch, sowieso kwaliteit. Daar doen we het voor. En we zijn weer lekker warm thuis. Maar wel met een beetje hoofdpijn. Veel nonsens. Want de wedstrijd is dus al begonnen, 20 minuten. Ik ging het in de waggie even op mijn voorna half volgen. Maar Bjorn Kuipers mag met de Mary naar huis, denk ik. Want slaat nergens op. Rode kaart, doelpunt. Nee man, 11 tegen 11 is dan lastig tegen Ajax, eerlijk is eerlijk. Ze hebben gewoon betere voetballende kwaliteit. Maar als je dan ook nog met een man minder moet spelen. Hoofdpijn. En slaat nergens op man, die beslissingen. Dat hoort erbij, hè. Dus nu zijn we even gewoon rustig aan het bijkomen. Met een schuin oog voetbal aan het kijken. Maar mijn gevoel zegt dat het niet gaat worden. Nee man. Met man minder sowieso al niet. 11 tegen 11 was al lastig, maar that's life. Kijk wie daar komt aanlopen. Nee, dan moet je weer teruglopen. Okay. Want alles komt er gewoon in. Realiteit. Realiteit, hé. Ja, realiteit, hé. De hele dag door zeg je dat. Je hoofd is realiteit. Of je lekker een broodje aan het eten, hè? Je bent genieten van je broodje. Broodje lekker? Lekker, hè? Ik praat een beetje zacht omdat Nederland te slaapt. En we zijn onze vlog aan het kijken. Vier gezellig hoor. Zo, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie in de volgende video weer. Ciao, ciao. Jij weet, ik heb die gedrag. Jij weet, ik heb die gedrag. Jij weet, ik heb die gedrag. Jij weet, ik heb die gedrag.